Een lange rij van auto's aan de Hendrikstraat voor de cambio van B. Chotilau viel menige burgers op. Onze nieuwsdienst nam er een kijkje en kreeg te horen dat mensen uren in de rij moeten staan voor de aankoop van US dollars. De wachtenden waren echter niet geneigd met ons te praten. Dus we hebben één persoon getroffen die aangeeft het deels een goed initiatief te vinden. Weliswaar moeten ze lang in de rij staan. Die meneer zegt hij heeft bijkans een uur in de rij gestaan om hier dollars te kopen tegen een iets wat lagere koers. Maar het gaat erom dat de doorsnee burger zegt, eigenlijk moeten we gewoon de US dollars kunnen kopen. Want Suriname is een beetje een gedollariseerde economie. Mevrouw, u heeft daarnet dollars kunnen kopen. Wat vindt u van dit initiatief? Ik vind het belachelijk dat ik in zo'n lange rij moet staan voor een koers van 7,95, terwijl ik dit eigenlijk overal zou moeten kunnen kopen. Het is zeer belachelijk dat ik 2 uurtjes in de rij heb gestaan. Ja, 2 uurtjes heb ik in de rij gestaan voor een $300. 300, u mag dus niet ongelimiteerd? Nee, $300 per persoon en er mogen slechts 2 personen per auto. Ja. Dus u en deze mevrouw mochten wel wisselen? Erbij zou dat geen $300 mogen kopen. Dus er zijn regels, niet ongelimiteerd en dan 2 personen per auto. Weet u, geeft men aan waarom er eigenlijk een beetje schaarste is aan US dollar? Nee, ze geven dat niet aan. Nee. Maar u zegt, ik had het nodig, dus u heeft die 2 uurtjes getrotseerd. Ja, klopt. Okay. Nou, wat zegt u dan tegen de regering? De regering is echt gefaald hierin. Is echt gefaald. Dat we van een koers van 3 zoveel naar 8 zoveel zijn gegaan, geeft echt aan dat de regering is gefaald. Sorry, maar dat is de waarheid. We zijn hier in de Betjoestraat, waar de bedrijven van de heer B. Chotilau allemaal zijn. We komen van de cambio, die is ietsje verderop. En waar er een lange rij van auto's was, waar mensen tegen een iets wat gereduceerde prijs US dollars konden kopen. We zijn hier gekomen omdat we hebben begrepen dat meneer Chotilau hier kantoor houdt. Maar hij heeft aangegeven in dit stadium niet bereid te zijn informatie te verschaffen over onder andere de verkoop van US dollars aan de burgerij. Tot zover dan het verslag over de verkoop van US dollars aan de burgerij door de cambiohouder B. Chotilau. De grote vraag blijft hoe deze ondernemer en cambiohouder aan de dollars komt. Onze nieuwsdienst heeft met enkele cambiohouders gesproken en die geven aan niet over zoveel valuta te beschikken om de gemeenschap te voorzien.